ben sinds 3 dagen de nieuwe voorzitter van de vereniging. Ik ben de opvolger van Erik Buetke. Erik heeft 7 jaar lang het voorzitterschap gedaan en die heeft besloten het over te dragen. En ik heb aangegeven dat ik het wel wou. En ik ben al heel lang lid hier, vanaf mijn 14e. En in het verleden ook wel actief geweest in commissies. En nu diende deze mogelijkheid zich voor en ik had zoiets van, nou, er zijn een ontzettende mooie bloeiende vereniging met heel veel enthousiaste vrijwilligers. Met een hele mooie stel mensen in het bestuur. En ik had zoiets van, ja, dit is geweldig. Als je met zo'n mooi team kunt werken aan een mooie vereniging, dan is dat heel makkelijk om de ja tegen te zeggen. Het ledenaantal is gestegen sinds vorig jaar. Waar komt dat door? Ja, we zijn in tegen de tendens van wat landelijk gebeurt bij de KNLTB. Dat zie je toch binnen de verenigingen dat het ledenaantal aan het dalen is. Zijn wij precies tegenovergesteld, zijn we aan het stijgen. Ik denk dat dat het met name vandaan komt omdat we heel veel inzetten op verschillende doelgroepen. Heel erg ingezet vorig jaar op het 45-plus als doelgroep. We doen veel voor de jeugd. En daarnaast proberen we eigenlijk voor alle leden binnen de vereniging datgene te bieden waar ze naar op zoek zijn. En dat is over het algemeen ook gezelligheid, een vereniging, dus het met elkaar doen. En zorg dat je het lekker aan het tennissen bent, maar na die tijd ook een lekker drankje met elkaar en het gewoon leuk hebben met elkaar. Ja. De hele top in de tennis, dat interesseert jullie niet zoveel, geloof ik, hè? Nou, dat is niet helemaal waar. We hebben wel een heel goed jeugdselectiebeleid. Vanuit de jeugd zijn we echt wel bezig om talenten de kans te geven om zich te ontwikkelen. Je merkt wel dat op het moment dat de jeugd wat ouder wordt en je hebt talentvolle spelers, dat ze op een gegeven moment op een leeftijd komen dat we eigenlijk te weinig talenten binnen de vereniging hebben om het nog uitdagend te houden. En daarin zoeken we de samenwerking op met andere verenigingen om ervoor te zorgen dat die talenten zich verder kunnen ontwikkelen. Wel in de hoop dat ze verbonden blijven bij ons aan de club. Maar als je zegt van we willen ze alleen bij onze club houden, ja, dan blokkeer je eigenlijk hun ontwikkelingsmogelijkheden en dat willen we voorkomen. Wij hebben hele goede trainers. We hebben verschillende trainers, meerdere. We hebben 3 trainers, waarvan 1 trainer Patrick Vissen die zich wat meer bezighoudt met de selectiejeugd. En daarvoor zorgt dat ze op adequate training krijgen die ze nodig hebben. En Annemiek is de trainer die ook wat meer inzet op de 45-plussers doelgroep. En de wat recreatieve jeugdspelers, dus voor elk wat wils. Oké, zou ik nog wat tegen de Almeloers willen zeggen over de club? Ja. Als mensen voornemend zijn om te gaan tennissen of het lijkt ze leuk, het is jammer dat je er misschien vandaag niet was en misschien ook wel dat we je mochten begroeten. Maar kom langs, stel vragen. Op de website is een link te vinden of een e-mailadres waar het geen probleem is om informatie te halen om eventueel lid te worden of een proefcursus om het gewoon te proberen. Maar wees welkom en voel je thuis hier.